Het spelletje blijft gratis. Je kan hem gewoon blijven spelen. Je kan hem gewoon op de website blijven spelen zoals hij staat. Geloof je dat, Stefan? Ik geloof zeker in het woord voorlopig. Oké. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Vandaag zit ik in de podcast met Stefan. Hoi. Met Arnoud. Hoi. En met een nieuwe stem, met Olaf. Hoi. Dan kennen mensen misschien wel een Olaf. We hebben al een hele lange tijd Olaf van Miltenburg bij de redactie. Oh, ik ben trouwens Wout. Met mijn eigen naam ook nog een keer zeggen. Ik zag Arnoud al een beetje kijken. Gaat hij dat vergeten? Maar sinds eind vorig jaar hebben we twee Olafs op de redactie. Olaf Weijers, die voor ons duikt in de wereld van netwerken en smart home. Dus leuk dat je er voor de eerste keer bij bent, Olaf. En dat is ook vanwege ons onderwerp van vandaag. Want we gaan het hebben over de vrije modemkeuze. Iets waar we op de site al behoorlijk vaak over geschreven hebben. Stefan, jij hebt het laatst ook een flinke uiteenzetting op de site gezet. Van wat verschillende providers daarmee doen. En vooral ook de vraag, waarom zou je eigenlijk je eigen modem willen kiezen? Maar daar komen we zo meteen op. We beginnen natuurlijk met de highlights. En Stefan, ik begin bij jou. Ja, we hebben volgens mij de afgelopen 2 weken heel veel gehad over overnames in Gameland. We hebben natuurlijk de overname van Activision Blizzard voor 67,7 miljard. Sony, die Bungie overneemt voor 3,6 miljard. Daar wilde ik het niet over hebben. Ik wilde het namelijk hebben over de overname van Wordle, de internetsensatie. De game-overname der game-overnames. Ja, gekocht door de New York Times voor tussen de 1 en 10 miljoen dollar. Van de maker, Josh Wardle. Een goede naam als je spel Wordle heet. En hij maakte het spel eigenlijk gewoon voor zichzelf in zijn eentje. Zet hem op zijn website. Bleek een gigantisch succes te worden. Social media staat vol met... Mag ik hier even inhaken? Want hoi, ik ben man die leeft onder steen. Ik heb van mijn leven... Ik zie elke keer die plaatjes voorbij komen op Twitter. Maar misschien zijn er meer mensen die onder steen leven met mij. Dus misschien kun je even uitleggen, wat is Wordle? Ja, daar wilde ik eigenlijk net inderdaad uitkomen. Wordle zie je online als de gele, rode of gele en groene vierkantjes. Maar wat het eigenlijk is, is gewoon lingo. Daar komt het gewoon op neer. Denk lingo gecombineerd met misschien een stukje, hoe heet dat ook alweer? Dat had je vroeger, Mastermind. Oh ja. Dat doet me ook wel een beetje aan denken. Dus je hebt een 5-letterwoord. Je moet dat 5-letterwoord raden. Je krijgt hints door letters te raden op de goede plek te zetten. En dan krijg je een gele of een groene. Of hij in het woord staat of maar op de goede plek. Maar niet de juiste plek, ja. Het ding met Wordle is dat je kan het 1 keer per dag doen. En je kan het heel goed delen. En dat maakt het heel erg interessant. Dus, maar er is dus 1 woord per dag? Er is 1 woord per dag. Als je een fout hebt, dan moet je dus gewoon 24 uur wachten. Of zolang als dat het duurt voordat de volgende online komt. Heb je hem goed, ben je natuurlijk hartstikke trots. Zet je dat op social media en dat deelt zich heel makkelijk. Niet met een linkje, niet met een plaatje of wat dan ook, maar met emojis. Namelijk die groene en gele vierkantjes. Gewoon alleen maar de tekst bij Wordle van deze dag. Nummer zoveel, gehaald in 5 van de 6 kansen die je had. Oh, dat is dus. Dat het is gaat om ziet. Hoe snel je hem... Hoeveel pogingen inderdaad. Nou, dat spel dat gaat keihard rond op social media. Dat gaat op Twitter, staat het overal. Je ziet het in Slack terugkomen. WhatsApp, vrienden die me dat appen. Dus mensen vinden het leuk om dat te spelen. Mensen vinden het leuk om te delen. Het is echt een superklein, grappig spelletje. Wat eigenlijk nergens over gaat. En dat is ook hoe je hebt het over lingo. Ja, in de basis. Ja, precies wel. Het is een goede training voor lingo. En als je daar nog ooit wil meedoen, dan moet je dit gespeeld hebben. Nee, maar wat heel erg leuk is hieraan is, dit is gewoon een gast die dit gemaakt heeft omdat hij het leuk vindt om te maken, omdat het hem grappig leek. En de New York Times die heeft daar gewoon best wel een groot bedrag voor over. En dat gun je denk ik in iedere indie-maker wel. Om gewoon een paar miljoen te verdienen met een grappig internetspelletje. Zeker. En dit is natuurlijk helemaal... Vroeger was het mensen die de kruiswoordpuzzel in de krant deden. En dat dan met elkaar gingen over hebben of delen of iets anders. Dit is natuurlijk het digitale equivalent. En daarom is het ook denk ik helemaal niet gek dat de New York Times dit overneemt. Want voor mij hebben zij niet ook een soort spelletjes-site met meer van dit inderdaad soort dingen? Zij staan natuurlijk super bekend om hun crossword puzzle.
hun kruiswoordpuzzel, die ze dagelijks in de krant hebben en sinds een aantal jaar online. Maar ze hebben inderdaad een pagina waar heel veel van dat soort kleine puzzelspelletjes staan. Ja, daar past deze perfect tussen. Ze hebben wel gezegd, we gaan vooralsnog het gewoon lekker laten zoals het is. Het spelletje blijft gratis, je kan hem gewoon blijven spelen. Je kan hem gewoon op de website blijven spelen zoals hij staat. Dat spreekt natuurlijk ook wel voor zich. Geloof je dat, Stefan? Ik geloof zeker in het woord voorlopig. Okay. Ik geloof niet dat ze hem gratis houden of dat alles gratis blijft, of dat je geen advertenties krijgt te zien of wat dan ook. Kijk, de New York Times is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf, ja. En je moet uiteindelijk geld ermee verdienen. Maar het is tegelijkertijd ook weer zo'n klein spelletje dat je niet moet verwachten dat je hier heel veel geld voor moet betalen. Wat nog wel een ding was, is er zijn heel veel andere varianten van Wordle verschenen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Als iemand gewoon iets grappigs bedenkt en dat ook gewoon, je heeft gewoon de code online staan, kun je gewoon rechtsklikken en downloaden. Mensen zijn daarin gaan klooien. Je hebt dus een Nerdle, je hebt een scheldwoorden Wordle, je hebt een Nederlandse Wordle. Het is een beetje de vraag, kunnen die makers dat gewoon blijven hosten als het zo meteen, of als het nu van de New York Times is? Dat is daar moest ik ook aan denken. Want normaal als je iets overneemt, vooral in techland, dan kijken ze altijd naar hoe uniek is het. Wat neem je over? Neem je de mensen over? Neem je de IP over? Neem je een tech stack over? Maar als dit inderdaad eigenlijk lingo is en dus al bestond, en volgens mij kun je dit niet echt patenteren, dit spelletje, en iedereen kan het gewoon nabouwen. Wat hebben ze nu behalve dan de naam? Overgaan, ja, want voor mij mag jij. En de code, maar die is dus voor mij rechtermuisknop. Je kan hem opslaan, oké. Ja. Maar ik bedoel, als jij zegt, als een concurrerende krant zegt, wij willen dit ook, dan zet een programmeur een weekend erop en hebben ze dit ook. Met eigen, from scratch, deze code. Zo ingewikkeld zal het niet zijn. Nee. Dus ik vraag me wel een beetje af waar de waarde in de Wordle zit. En dan denk je dan toch dat zij het dan Wordle mogen noemen en de rest niet. Ja, en de vorm, de kleur, de manier van delen, misschien de database aan woorden, zou je nog kunnen zeggen dat uniek is. Ja, dat ik zie Arna een hele gekke bek trekken. Ja, ik zie niet echt iets wat uniek is aan Wordle per se, behalve inderdaad de naam en de naamsbekendheid die daarmee komt. Ja, en de manier van delen, dat heb ik nog niet eerder gezien. Ja, klopt. Maar kun je dat... Is dat vastgelegd? Is dat IP? Want het zijn gewoon emojis en dat is niet echt apart voor Wordle zelf. Die waren er al. Dus een woordenboek kan je overal vandaan trekken. Dus dat kan je ook niet echt vastleggen. Het lijkt heel makkelijk te klonen. Laten we daarop houden. Maar ik kan me wel voorstellen dat... want dit is nu... Wij hebben hier ook over geschreven. Heel veel mensen schrijven hierover. Het is ook wel een mooi momentje voor de New York Times. Ze hadden het ook kunnen nabouwen en gezegd, wij hebben nu een nieuw spelletje op de site. Of het bericht is, wij kopen Wordle over. En ik denk dat het een veel meer impact maakt dan het ander. Ja. Dus het wel wat goodwill ook voor de New York Times natuurlijk. Ja, zeker. Dus ik denk ook ergens wel dat dit gewoon toch die naam is. Want ja, het ziet er nou niet echt uit als het meest ingewikkelde stukje codebase, zeg maar, om eventueel na te bouwen als je het zou willen. Maar ik ben dus benieuwd of het inderdaad dus gratis blijft. En daarbij, ook al is het op een gegeven moment niet meer gratis, of het tegen die tijd überhaupt nog populair is. Want dit klinkt wel als zo'n ding waarvan mensen over 3 maanden weer zeggen, hè, wat? Ja, het is wel zo'n eendagshit natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, zoals je die hebt op internet. Ja. Of een 1-2 maanden hit, zeg maar. Maar dit voelt een beetje als zo'n equivalent. Ik heb ook een week lang buiten rondgelopen met Pokémon Go, net als de rest van Nederland. En toen was het opeens ook poef, toen was het weg. En Wordle heeft nog een extra nadeel, namelijk dat het geen app is, maar een site waar je naartoe moet. Dus je kan het op je mobiel wel spelen, maar het staat niet automatisch op je homescreen, zoals met de geïnstalleerde app wel zo is. En ik denk dat op het moment dat je er altijd mee geconfronteerd wordt en mensen die dat delen, denk je, oh ja, ik moet de Wordle van vandaag nog even doen. Leuk, maar op het moment dat dat niet meer gebeurt, dan zakt het echt als een pudding in één, toch? Ja, okay. Het is natuurlijk ook zijn kracht, maar dat het gewoon zo simpel is dat je het gewoon even op de site speelt. Maar ik ben het wel met je eens dat ik het nu ook, ik vind het ook wel leuk om te doen, maar ik heb best wel vaak dat ik denk, oh ja, Wordle. Nou, dan heb ik het alweer 3 dagen niet gedaan. Dan gaat mijn streak. Nee, en als je een app bent, kun je natuurlijk mensen elke dag een push notification sturen. Kan als website ook. Moeten mensen even aanzetten. Maar dan kun je makkelijker bij mensen opdringen. Maar ik heb in ieder geval besloten dat ik helemaal, zoals ik dat altijd doe, veel te laat. Ik ga morgen ook maar eens beginnen met Wordle. Ja. Want dit ziet eruit alsof het al bijna over zijn hype heen is. Dus dan moet ik het nog zeker eventjes wel wat tijd in stoppen. Maar Arnoud, do you even Wordle? Ik doe de Nederlandse Wordle. Want ik beheers het Nederlands veel beter. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik merk wel dat nu heb ik het. Ik doe het een paar weken.
zoiets. En ik denk nu wel, ja, oké. Ik heb het ook alweer een beetje gezien of zo. Ik denk niet dat ik er heel lang mee door zal gaan. Maar het is ja, en je mist ook, je mag niet in de bak met ballen graaien achteraf. Precies. En je, niet het publiek wat je aanmoedigt. Geen François Boulanger. Nee, die mis ik ook. Ja. Maar jij wordelt dus ook, Stefan. Olaf, wordel jij? Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik ben er belachelijk slecht in. Dus ik kreeg geen streaks op gang. En ik zit ook niet in een kringetje waarin het gedeeld wordt met me. Dus dan word je er ook niet aan herinnerd van... oh ja, nog even de Wordle van de dag. Dus nee, Wordle gaat tot nu toe een beetje langs me heen. Oké, maar ik ga het morgen een kans geven... als de oude man die ik ben die dit soort dingen allemaal niet meer bijhoudt. All right, Arnoud. Ik ga ook als een oude man klinken, Wout. Nou, dat ben je ook ergens wel, dus kom maar op. Ik wou dat je dat niet zou zeggen. Ik wou het hebben over de Galaxy S22-serie. Dat is een hele moderne telefoon, meneer de oude man. Zeker, hij is nog niet eens aangekondigd. Dat gebeurt, als het goed is, volgende week. De aankondiging is aangekondigd, toch? Ja, de aankondiging is aangekondigd, inderdaad. En zoals gebruikelijk is bij telefoonreleases, ligt alles al op straat. Dat gebeurt ook. Alle specs, alle prijzen, alle plaatjes. Je kan ze allemaal al zien. Vallen me toch een aantal dingen op en die wou ik toch even met je doornemen. Ten eerste, het lijkt erop dat de Galaxy Note nu echt dood is. Note is dood. Note is dood. Check. Wat denk jij ervan, Wout? Ben je daar rouwig om? Nee, want ze gaan toch gewoon een pennetje erin stoppen? Een pennetje erin in de duurste. Ja. Dat was de Note. Note was groot met pen. Ja. En nu is de S22 Ultra groot met pen. Ja, ze hadden net zo goed S22 Note kunnen noemen, inderdaad. Dat had eigenlijk geen verschil gemaakt. Het enige, maar ik ben geen marketeer, is dat ze natuurlijk altijd een voorjaarsintroductiemomentje hadden en een najaarsintroductiemomentje. Kon je twee keer eventjes in de spotlight gaan staan. Dat hebben ze nu dan, nou, Note was vorig jaar ook niet uitgekomen, dat hebben ze dan nu minder. Nou ja, ze hebben de foutbare, hè? Die hadden ze vorig jaar afgesteld. Ja, oké, nu kunnen ze in het najaar kunnen ze de folds gaan doen en kunnen ze alles wat niet fout, kunnen ze in het voorjaar doen. Dus nee, maar voor mij als jij als consument iets groots wil met een pennetje, dan ben je nog steeds voorzien, toch? Ja, dan ben je nog steeds voorzien, inderdaad. Maar ik vond het een opvallende stap. Een tweede stap die ik zag is dat de telefoons en de schermen een beetje kleiner lijken dan bij de S21-serie. En ook dat vond ik opvallend, want we hebben jarenlang de omgekeerde trend gezien. Het telkens maar grotere en vooral langere schermen. En nu, ik heb de uitgelekte renders over foto's van vorig jaar ingelegd in Photoshop. Want zo'n nerd ben ik dan ook wel weer. En ik dacht, ja, inderdaad, het scherm is ongeveer even breed, maar wel een stukje korter. En dat heb ik niet eerder gezien. Maar significant? Ja, significant als in... Ik weet niet of je het gaat merken in de dagelijkse praktijk, maar je kan... Dat noem ik significant als ik het ga merken in de dagelijkse praktijk. Ja, als je er gevoelig voor bent, dan zie je het wel, denk ik. Denk het wel. Jij wel? Ik wel, ja. Zo eentje ben ik wel, ja. En dat maakt die telefoons ook weer iets kleiner. En ik denk dat heel veel mensen toch ook wel plezier doet. Want kleine telefoons, daar hebben we er niet al te veel van. Ja, maar als je het nu hebt over een insignificante verkleining van een al hele grote telefoon, mogen we dan spreken van nu is hij weer klein? Dit is een klein beetje wishful thinking, zeg maar. Kleine telefoons, die bestaan toch gewoon niet meer? Nee, het is niet klein. Het is relatief klein. Maar ja, ik vond het toch wel, zeg maar, ik heb nu jarenlang aangezien dat die dingen telkens maar groter werden. Nu zien we de trend de andere kant. Heerlijk. Dus ja. Opvallend. Als je het eenmaal geaccepteerd hebt, de grote telefoon. Ik heb ook jarenlang weerstand geboden. En als je het eenmaal gewoon aan overgeeft, is het heerlijk. Zo'n kleine tablet in je handen, toch? Maar zo groot is de telefoon die je hebt niet, toch? Ik heb een Pixel 6 Pro. Dat is behoorlijk groot. Die is wel vrij groot, ja. Ik vind een flink apparaat. ik heb alleen op een gegeven moment gewoon geaccepteerd dat ik mijn telefoon 80% van de tijd met twee handen gebruik. En daar ben ik op gaan uitzoeken. Terwijl ik eerst al dacht, ja, maar als ik dan met één hand mijn telefoon vast heb, dan is hij zo groot. En dacht ik, ja, maar dat op de fiets mag het dan niet meer. En dat was ongeveer een situatie waarin ik dan misschien een telefoon in één hand zou gebruiken. Maar als ik thuis op de bank zit, ik heb twee handen vrij. Ja. Als ik op straat loop, ga ik toch vaak ook even stilstaan. Want ik heb al heel vaak... Hebben jullie trouwens ook wel eens dat je, zeg maar, die close call met de lantaarnpaal hebt? Dat je zo naar beneden zit te kijken, toch een beetje vooruit loopt. En dat je net op tijd toch die schaduw ziet opdoemen. Dus dat is me ook te vaak gebeurd. Dus ik sta vaak dan stil als ik iets op mijn telefoon doe. Heb ik ook twee handen vrij. Dus toen dacht ik opeens, als je twee handen vrij hebt, dan is een telefoon helemaal niet meer zo groot. Ja, ik ben al jaren eigenlijk een grotere telefoonpersoon. Dus ik kijk niet per se op die kleinere modellen. Zij de man die een iPhone SE heeft gekocht recentelijk nog? Ergens in de laatste paar jaar, toch? Zeker, ja. Maar ik heb twee telefoons. Hè. Mijn iPhone is kleiner en ik heb een grotere Android-telefoon. Dat is een beetje wat ik in mijn zak heb zitten. Check. Yes.
Ik had laatst de nieuwe iPhone mini in mijn hand. En ik ben ook altijd een grote telefoonman geweest met kleine handen. Maar ik moest wel zeggen dat het voelde heel prettig in de handen wel weer om een klein telefoontje te hebben. Dus wat dat betreft, ja, het gevoel is ook wel... Maar dan kijk je naar het scherm en dan denk je inderdaad van... oh, ik wil een tekst lezen of zo. Of iets typen. Het toetsenbord vooral wordt zo verschrikkelijk krampachtig. Inmiddels maakt het toch ook niet zo heel gek veel meer uit... omdat al die schermen bezelloos zijn, of vrijwel bezelloos. Dat maakt toch het gevoel van zo'n scherm toch ook heel anders? Is ook zo. Maar heb je nog meer over de S22 Arnaud? Zeker. Dus hij wordt marginaal kleiner. Ja. Het viel me op, dit zijn allemaal gelekte specs, dus alles is onder voorbehoud. Ik zag op gebied van camera geen grote wijzigingen eigenlijk. Het is... Ze doen een googeltje. Ja. Gewoon dezelfde hardware jaar op jaar inzetten. Ja, bijvoorbeeld die 200 megapixel sensor waar ze al een half jaar over lopen te babbelen. Die zit dus niet in een van de S22 modellen, volgens de geruchten. Ze hebben geloof ik wel ze hadden zo'n rare, in de S21 zo'n rare camera met telelens gestopt. Wat eigenlijk geen telelens had, maar gewoon een hele hoge resolutie en dan inzoomen. Voor 8K video's ook. Dat doen ze nu niet meer, als ik de geruchten mag geloven. Maar dat wordt een 50 megapixel primaire sensor en een 10 megapixel camera met telelens. En dan 3 keer vergroting, zoals bijvoorbeeld in de S20 FE ook al zat en S21 FE. Maar in ieder geval op cameragebied dus weinig stappen vooruit op gebied van hardware voor zover ik kan zien. Moet je toch een beetje teleurstellen, Wout? Nee. Niet? Want, nee. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Is dat nou hoe je de grote stappen zet tegenwoordig? Dat zit toch, ja, als je continuïteit in je hardware hebt en je software teams en je machine learning teams en je build AI teams kunnen lekker met een stabiel platform nog een jaar doorploeteren. Apple heeft ook natuurlijk al jarenlang, zijn misschien net even elke keer iets andere dingen, maar toch gewoon die 12 megapixel Sony sensor heeft Google een hele lange tijd gedaan. Heeft ze toch geen windeieren gelegd? Dat is waar. Dus ja. Het is niet alleen met de hardware. Ik denk echt wel dat het juist voor die engineering teams, als je dan een hardware team is dat elk jaar nieuwe sensors over de schutting gooit, ik weet helemaal niet of die software engineers daar zo blij van worden eigenlijk. Want ik denk echt om dit soort software goed te tunen en te trainen, heb je gewoon tijd nodig. En zeker bijvoorbeeld met zo'n, als je het, en dat is ook wat Google heel goed doet met Google Foto's, maar Samsung zal ook cloud storage hebben. Als je het langer jaar op jaar gebruikt, krijg je op een gegeven moment een enorm archief aan trainingsmateriaal. Omdat mensen natuurlijk met die camera foto's maken. Nou, als je dat dan ook eens kan gebruiken om je modellen mee te optimaliseren. Dus ik vind, kijk er niet zo erg. Ik vind het leuk hoor, nieuwe hardwarematige snufjes. En welke fabrikant had laatst nou een lens die ook echt bewoog? Daar vraag je wat. Ik heb geen idee. Je weet ook, ik bedoel, hè? Ja. Dat leek bijna gewoon alsof vroeger als je een compact camera had, dan zet je hem aan en dan schoof de lens maar een stukje uit. Mm-hmm. Daar leek het een beetje op. Dat vind ik toch steeds heel tof dat we daar allemaal dingen mee experimenteren. Maar ik denk voor dit soort grote bedrijven met grote flagship phones, het is wel de slimme keuze, denk ik, om daar niet te veel gekke dingen mee te doen. Belletje trouwens, Tring. Voor mij was het Oppo. Was het een concepttelefoon. Ah. Oké, stop de tijd. Oppo. Dus nog niet in een echte telefoon, maar inderdaad. Maar ja, ik word ook altijd wel warm van hardware, Wout. Ik kan er niks aan doen. Grotere sensors met meer mogelijkheden. Nou ja, gewoon in algemene zin. Ik heb die renders ook gezien van de S22. En het was wel... Het is dat er dan 22 bij staat. Maar waar we het al vaker over hebben... Je wilt natuurlijk ook als je wat nieuws koopt... dat je echt iets nieuws ziet. Ja. En dat je denkt... mensen kopen ook geen auto en dan denk je, ja, het ziet er eigenlijk hetzelfde uit als mijn vorige auto. Ja. Je wilt toch ook iets nieuws hebben van binnen en van buiten. En met telefoons komen we wel een beetje op het punt dat je geen eens gooit er een hoesje omheen en het valt geen eens op. Ja. En daar zijn best wel dure dingen voor, dat je geen eens kan genieten van je nieuwigheidsfactor, zeg maar. Ja, als je nu zo'n Galaxy S van 2-3 jaar oud hebt, dan denk ik niet dat het onmiddellijk gaat kriebelen van zo'n nieuwe S22 inderdaad. Maar goed, we gaan het zien volgende week. Misschien zitten er nog grote verrassingen die wij nu niet weten. Dat zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Eindelijk die nieuwe Exynos chip die ze wel gingen aankondigen, niet gingen aankondigen. Ja. Misschien Arnaud zit alle vernieuwing wel onder de motorkap. We gaan het zien. Olaf, voor jouw eerste podcast optreden, wat is jouw highlight van deze week? Mijn highlight zijn de deurbellen. Ik heb daar gisteren een test van gepubliceerd op Tweakers, eigenlijk een roundup. En daar hebben we wat verschillende batterijgevoede deurbellen vergeleken.
En ja, dat is een uitgebreid artikel geworden. En ze zijn ook getest op wat punten wat je niet zo heel vaak ziet in andere reviews. Dus bijvoorbeeld de wifi-kwaliteit. Die wij natuurlijk in het lab in de kooi kunnen testen. Dus daar zijn wat interessante dingetjes terug te vinden. Maar oké, daar kom ik zo op terug. Maar eventjes, ben jij nu overtuigd van de noodzaak van een camera-deurbel? Ik bedoel, je hebt er nu 4 uitvoerig getest. Die gaan dan weer terug naar de fabrikanten. Is dit het moment dat Olaf zelf de knip trekt en er eentje haalt? Nee, zelf niet. Nee, ik heb er zelf, heb ik mijn deurbel ooit al eens smart tussen haakjes gemaakt. Maar ik heb er een ESP8266 moduletje tussen hangen, een microcontrollertje. Die verbindt met wifi en die voelt dat het knopje wordt ingedrukt. En met een relaisje kan die dan de ouderwetse, de rinkel, gewoon inschakelen. Dus ik kan die via Home Assistant kan ik hem nu bereiken. Ik kan de bel in- en uitschakelen als het laat wordt. Ik kan een lampje mee laten knipperen en ik krijg een berichtje op mijn mobiel en alle Google Home speakertjes die dat is trouwens ook 10 keer toffer dan gewoon uit het schap een cooler camera halen. Ik hoor een how-to aankomen. Nou, inderdaad. Als vervolg. Nou, prima. Dat kan altijd natuurlijk. Nee, maar daarmee is mijn deurbel eigenlijk voor mij smart genoeg. Ik woon ook niet op een heel druk plekje waar heel veel verkeer voor de deur langs komt. Dus nou ja, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet filmen. Maar goed, er gebeurt ook niet zo heel veel. En ik ben er ook niet zo bang voor dat er wat bij mij voor de deur gebeurt. Nou, dus, ik vond ook wel mooi hoe je die test had opgezet. Want je had ze op een houten plankje gehangen. En dat stond opeens op de redactie. Bij de deur waar mensen de redactie op liepen. En ja, ik dacht van, wat grappig. Oké, dat staat er dan. En we zijn niet veel op de redactie met de pandemie. Maar voor mij had je toch iets van 150 bewegingen per dag of zo die je volgens mij daar oppakte? Ja, precies. Ik had hem natuurlijk wel een beetje tactisch opgesteld. Het pad naar het koffieapparaat. Daar vang je de meeste tweakers natuurlijk wel overdag. Dus degene die er waren, die kreeg ik dan in ieder geval toch wel te pakken. En ja, er is natuurlijk ook verkeer van en naar het lab. Dus dat... En daar zag je ook wel dat die deurbellen vrij rap naar beneden gingen. Er werd al duidelijk dat als je hem op een drukke straat hangt en je hebt de bewegingsdetectie zo ingesteld dat voorbijgangers ook worden gepakt. Ja, dan duurt het niet zo lang met zo'n camera. Ja, waar hebben we het dan over? Want dit zijn dus inderdaad accu-gevoerde deurbellen. Je kan ze natuurlijk ook aansluiten op stroom, maar dit is makkelijker. Deze plak je als het ware tegen de zijkant van je huis. Hoe vaak moet ik daar een accu verwisselen of een powerbank aan hangen? Ja, dat is natuurlijk dus heel wisselend eigenlijk van hoe vaak ze wakker worden gemaakt. En ja, is dat op een drukke plek? Zoals bij de redactie, ja, dan zie je dat de geschatte capaciteit door de apps een beetje uiteenloopt van 2 naar 3 weken. Hoogstens een maand zou ik dan zeggen. Hangt die op een hele rustige plek, zoals bij mij op de galerij voor de deur, dan verwacht ik dat het gewoon 6 maanden meegaat. zoals door sommige fabrikanten wordt opgegeven. Want ja, dan wordt die 10 keer per dag wordt die misschien wakker. En dat is hem dan wel. Dat zijn alleen maar buren die er nog langs lopen. En, lijkt me ook wel een beetje. Ik heb veel batterijgevoede apparaten in mijn huis. Veel motion sensors dat zien. Maar die moet je 1 keer in de 1 jaar, 2 jaar doen. Denk, nou oké, dat vind ik dan nog prima, zeg maar. Mijn deurslot gaat dan 1/2 jaar mee. Dat is ongeveer het minimum, maar iets als een deurbel waar je elke 2 tot 3 weken. Want hoe moet je dat dan opladen met een powerbank? Of trek je de accu eruit of is het AA'tjes? Het is een beetje verschillend. Je hebt bijvoorbeeld, ik heb ze hier achter me hangen, de ring. Daar haal je de frontplaatje vanaf. Die zit met een Torx schroefje, zit die vast gemonteerd. Dan krijg je overigens wel netjes een schroevendraaitje krijg je erbij. En daar hou je de batterij los. Daar kun je een USB-microkabeltje insteken. En dan kun je mee opladen. Maar als je op een hele drukke plek woont, moet je om de 2 à 3 weken met een schroevendraaier je deurbel openschroeven. Om de accu eruit te halen. Ja, daar is het eigenlijk dus ook niet voor geschikt. Maar ze hebben gelukkig ook allemaal wel contacten aan de achterkant om hem bedraad aan te kunnen sluiten uiteindelijk. En ja, afgezien van dat hij hangt op een plek waar je echt geen stroom of draadje naartoe kan krijgen. Stel, het is helemaal aan de voorkant van je enorme oprit. Ja, dan wordt het misschien wat lastig. Maar ja, is die in de buurt bij de deur en besloot je voor gemak dan maar niet meteen een draad aan te leggen. Ja, dan kun je er achteraf, als je het laden zat wordt, bij alle deurbellen in ieder geval nog besluiten om er een draadje aan te hangen. En dan kun je die naar je deurbeltravo trekken. En je hebt ook losse voedingen natuurlijk. Je kan gewoon een AC-adapter, want het is vaak het is wisselstroom waarop ze draaien. Maar je kan een universele AC-adapter kun je halen en het aan de bel frunniken en dat werkt gewoon. En dan hoef je nooit meer op te laden.
Ik ben van alles wat je gezegd hebt vandaag, ben ik nog steeds meest enthousiast over die ESP tussen normale deurbel gaan werken. Koppelen. Krijg je eigenlijk ook data van hoe vaak er aangebeld wordt van die dingen terug? Kun je dat ergens inzien? Want ik ben wel benieuwd, want je hebt hem natuurlijk op de redactie gehangen. En iedereen die er langs liep, die vond het wel even leuk om te bellen met je lellen. Ja, precies. Nou, sterker nog, er ging de telefoon van Olaf ging elke keer af ook. Ja. Het verzoek was dan ook om ze meteen alle vier in te drukken. Want er bleef het batterijverbruik voor alle vier een klein beetje hetzelfde in ieder geval. Ik kon dat bij de EUVI in ieder geval. Die gaf daar een heel mooi statistieke venstertje over. Van nou, hoe vaak is hij getriggerd? Hoe vaak was dat de valse detectie? Dus is hij vrij snel weer in slaap gegaan? En hoe vaak is het uiteindelijk toch, omdat het een bewegend bosje was of een bewegende boom, door de cloud afgekeurd en dus niet opgeslagen. Dus daar krijg je allemaal wel net de statistieken uit. En op basis van die statistieken heb ik het artikel ook de grafiek gemaakt. De andere deurbellen, ja, dan zul je dus echt minimaal de gebeurtenissen moeten gaan tellen. Maar dan heb je dus uiteindelijk vaak dus nog niet de gebeurtenissen die afgekeurd zijn door de deurbel. Want hij wordt af en toe natuurlijk gewoon wakker van iets wat beweegt, wat een vliegje wat langs vliegt. Het zijn ook van die 2022 zinnen. Mijn deurbel heeft de gebeurtenis afgekeurd. Als je dat gewoon 5 jaar geleden tegen iemand zegt, weet je toch ook niet waar je het over hebt? Nee, dat gaat hard, hè, zulke dingen. Maar het is voor mij persoonlijk zo'n smart deurbel. Ik mis de voice en de camera functie niet zo heel snel. Maar buren zijn ook altijd thuis, want dat zijn oude mensen. Dus die pakken een pakketje wel aan als het nodig is. Dus die hoef geen opdrachten te geven van zet maar achter de boom of de plant. Dus nee, dat voor mij is wat ik nu heb is voldoende. Maar het is absoluut wel handig natuurlijk dat je, als je nog helemaal geen smart deurbel hebt, dat je in ieder geval overal een pingeltje krijgt waar je ook bent in huis, dat je bel afgaat, mocht je nog niet een hele luide gong hebben. Nou ja, en de maat van mij die heeft dus inderdaad zo'n deurbel en dan ook de rest van zijn dingen van zijn huis redelijk smart, waaronder zijn garage. Dus zijn postbezorger weet ook gewoon de deal, die belt aan. Dan is die maat helemaal op werk. Dan zegt hij, ja, je weet hoe het moet. En dan vanaf zijn telefoon doet hij zijn garage open. En die postbezorger die sjoelt dan gewoon het pakkettengarage. Nou, dan gaat de garage weer dicht en dan gaat hij weer weg. Dus ideaal. Het zijn van die first world problemen die het mee oplost. Maar nog één klein dingetje. Want je zei, stel nou dat hij helemaal aan de voorkant van je gigantische oprit zit. Dat vond ik wel heel tof. We hebben natuurlijk, daar zijn we al tijd lang aan bezig. Welke was in de podcast over gehad. Een testopstelling om wifi apparatuur te testen. Dus ze hebben ook het bereik van die dingen getest. Want ja, als je hem verder weg plaatst, dan moet je natuurlijk wel nog verbinding kunnen maken. Fluctueerde dat heel veel? Eigenlijk bij 3 deurbellen liep het vrijwel gelijk op. Je zag eventjes uit mijn hoofd bij de Nest, die bleef echt wel als langste verbonden. Dus die bleef nog iets langer verbonden, maar wat er dan uitkwam, dat was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Als je dan op die manier nog een bezoeker moet herkennen, je krijgt een hele lage resolutie video. Dus ja, de functionaliteit is dan ook wel weg. Dus of dat echt een pre is. En we zagen bij de Ring, en dat is een beetje apart, dat hij echt wel wat minder bereik had. Al meteen vanaf de baseline van de test. En ja, of dat nou exemplarisch is voor deze deurbel of dat ze dat allemaal hebben. Ik merkte in ieder geval dat op het moment dat ze hun wifi waren verloren, dat het ook bij de Ring wat langer duurde voordat hij weer zijn verbinding terug vond. Dus als ik ze had verplaatst even naar kantoor en dan weer thuis kwam en dan na een half uurtje keek van nou welke zijn er online gekomen op de router thuis, dan was dat toch wel vaak niet de Ring, af en toe wel, af en toe niet. Maar op het moment dat je dan op de belknop drukt, dan verbindt hij direct weer en dan is het allemaal weer koekenij. Ja, en meestal je verplaatst je router en je deurbel niet zo snel. Dus op het moment dat je dat wifi-bereik goed hebt, dan is het ook bij de Ring natuurlijk gewoon prima. Het enige wat je dan ook goed in het eten kan gooien, dat zijn storingen van buitenaf. Dus je buren, noem het maar op. Die de magnetron te dicht bij jouw deurbel hebben staan, dat soort dingen. Exact, ja, precies. Maar Arnoud Stefan, slimme deurbel of zelf gediy'de deurbel? Ja, ik wil die variant van Olaf, die wil ik wel hoor. Dat is voor het eerst dat ik denk, oh ja, daar heb ik wat aan. En het overtreedt geen regels, want zodra ik hier iets ophang met een camera erin, ja, dan film ik de openbare weg. Dat kan helemaal niet, dat mag niet. Dus nee, dat zie ik wel zitten. Dus ik wacht met smart op de how-to. Ja, ik ben ook wel enthousiast, want een camera zie ik niet zo'n heel groot voordeel. Want als het is even naar beneden lopen, dan is het ook allemaal niet zo erg.
Maar ik zou het wel handig vinden om hem uit te kunnen zetten. In plaats van dat ik nu de stekker eruit haal. Ik heb gewoon zo'n ding die... Als de baby slaapt, bijvoorbeeld. Precies. En ik heb inderdaad van 12 tot 2 hier een kind slapen. Dan is het wel fijn als ik even de bel kan uitzetten. En dat ik het wel binnenkrijg op mijn telefoon. Want dat zou wel prettig zijn. Want okay. Olaf, hier gaan we het na de podcast gaan we het over hebben. Ik denk dat die brood in zit. Hey, ik wil het nog even hebben over tablets. Want die bestaan nog. We hebben hele grote telefoons tegenwoordig, maar ook tablets. Want Arnoud, jij had een leuk stuk geschreven over het feit, naar aanleiding van een uitspraak van Google, of in ieder geval wat informatie naar buiten was gekomen, Google neemt tablets weer serieus. Mm-hmm. Dus ze hebben een afdeling daarvoor opgezet, als ik het wel heb. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat Google iets met tablets doet. Er komt nu Android 12L uit, bedoeld voor foldable devices en wat grotere schermen. Dat brengt mij weer helemaal terug naar Android Honeycomb, wat ooit speciaal voor tablet gemaakt was. Maar het leuke was, ergens in de ochtend gepubliceerd. Google neemt tablets weer serieus. En 4-5 uur later een nieuwsbericht over een rapport van IDC die zegt de vraag naar tablets daalt. Ja. Dus ik vroeg me wel, jij zit hier een beetje in. Qua timing snap ik hem echt niet. Als Google nou echt tablets serieus had genomen, ze waren toen Android 3.0, was het Honeycomb 3.0? Ja. Ja. Toen het uitkwam, toen hadden ze zeg maar voor de troepen uit kunnen lopen. Toen hebben ze het niet echt gedaan, ze snel laten vallen. Toen hadden ze op een gegeven moment heel erg veel succes. Of veel succes, critical acclaim zeg maar, met de Nexus 7. Mm-hmm. Toen hadden ze het door kunnen trekken, toen hebben ze ook niet gedaan. En nu eigenlijk tablet verworden is tot gewoon doe maar een iPad. Zegt Google, ja maar nee tablets. Ja. Dus misschien kun jij hem uitleggen voor mij. Ik denk dat zij, want ze hebben het over een toekomst die ze voor zich zien waarin tablets... de primaire, of niet, ja, misschien wel de primaire computing devices worden. Dus de primaire computers. En ik denk dat zij dat zo voor zich zien dat de lijn die je nu ziet, zeg maar, je hebt goedkope tablets, zoals de Nexus 7 vroeger. En je hebt nog steeds de goedkoopste versie van de iPad. Je hebt de Galaxy Tab A-serie van Samsung. Volgens mij is Lenovo ook die goedkope precies, tablets. Die heeft er ook een hoop. Amazon natuurlijk, met zijn Fire tablets, dat zit ook aan de goedkope kant van de markt. Dat is er, daar gebeurt niet zo heel vreselijk veel. En aan de andere kant heb je duurdere tablets. De iPad Pro varianten en dingen die dus makkelijk 800, 900 euro kosten. Dus evenveel als een luxe smartphone, zeg maar. Waar je ook een toetsenbord aan kan klikken, waar je stylus voor kan krijgen, dat je erop kan tekenen. En die hele reuten met uit, zeg maar. En dat is nu ook een soort van markt aan het worden waar niet heel veel volume in zit. Hè? Want het aantal tablets dat over de toonbank gaat, dat was in 2012 en 2013 nog steeds veel hoger dan dat het nu is. Maar dat waren meer die goedkope modellen. En de duurdere, daar zit toch wel een zekere opmars in. En ik denk dat ze daar een soort toekomst in zien door daar een goede Android-versie en een goede tablet voor te maken. Om op die manier wat van de markt te kunnen pakken. Oké, dus als ik nu denk van er komt weer een Nexus 7 of er komt een Pixel 7 tablet, die kans acht jij klein? Ja, ik denk niet dat ze richting die onderkant van de markt gaan. Doen ze ook niet met Pixels, wel Pixel A telefoons. Dat is dan wel weer 400-500 euro, maar ook echt goedkoop is dat niet. De Nexus 7 was, ik heb het nagezocht, 229 en 269 euro uit mijn hoofd. Oh, mooi was die tijd. Ik heb hem nog steeds. Ik gebruik hem niet zo meer. Maar Gen 1 of Gen 2? Volgens mij Gen 1. Met die putjes in de achterkant? Ja. Oh. Ah, daar heb ik zo ook mooie herinneringen. Classic. Ja. Ja. Maar dat ik zie Google dat soort apparaten niet meer maken. De laatste Android tablet die ze hadden uitgebracht was de Pixel C. 6 jaar geleden alweer. Meer dan 6 jaar geleden. En dat was ook al een ding van 500-600 euro. En dan moest je het toetsenbord nog kopen en dat soort dingen. Dus ja. Maar wat is nou het gebruik dat Google dan voorziet voor die tablets? Want ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat nu we steeds meer gaan videobellen... Ja, dat je echt een tablet maakt die daar echt helemaal op ingericht is, dat wel heel erg interessant kan zijn. Maar is dat een beetje hoe ze dat voor zich zien? Of? Ja, ik denk eigenlijk dat ze, want ze hebben natuurlijk een deel van de markt in handen van laptops met Chrome OS. Dat zijn echt goedkope dingen vaak. Ik denk dat ze met deze meer achter de Windows laptops aangaan. En dan kijken of ze daar iets van kunnen pakken. Met inderdaad dezelfde soort insteken. Camera's zou zeker kunnen. Ik denk ook dat ze de ondersteuning willen verlengen ten opzichte van hoe het nu in tablets gaat. Om te zorgen dat je dat met een veilig gevoel kan kopen en 5-6 jaar kan blijven gebruiken.
Dus ik denk inderdaad dat ze daar meer brood in zien. En ja, dan is camera inderdaad wel een van de dingen waarin je heel makkelijk kan onderscheiden van laptops. Want laptopcamera's zijn nog altijd prut natuurlijk. Nou, op de CES zagen we de eerste hoopvolle tekenen dat camera's nu ook wat serieuzer worden genomen. Oké, maar dan weet ik genoeg. Dan hoef ik niet mijn hopes up te krijgen voor mooie nieuwe Nexus 7 opvolgers. En Steven, je moet maar heel erg zuinig zijn op die van jou. Want ik had er ook een en hij is stuk gegaan. En ik kreeg het niet gerepareerd. Dus ik gebruik hem eigenlijk niet meer. Hij ligt nog steeds in de kast. Maar ik zie het als een hele leuke tablet voor als mijn zoontje wat groter is om hem daarmee lekker te laten spelen. Lekker Wordle spelen. Ja, is het niet bij dat tablet dat het flashgeheugen op een gegeven moment helemaal versleet en dat hij daardoor inderdaad heel traag werd. Ja, ging. Dat... Volgens mij is de mijne daar ook aan gestorven namelijk. Ik heb hem ook nog ergens in een laadje liggen. Maar, yeah. Dat is inderdaad op een gegeven moment die dingen is dat helaas gebeurd. Stefan. Waarom hebben wij vrije modemkeuze? Waarom hebben wij vrije modemkeuze? Ja, dat hadden wij tot voor kort niet. En nou, nu wij wel? Wij hebben vrije modemkeuze omdat je wat te kiezen moet hebben. Wout, dat is waarom we dat hebben. De Europese Unie heeft dat een aantal jaar geleden al bedacht. Die heeft gedacht, mensen kunnen natuurlijk routers kiezen. Maar mensen zouden eigenlijk ook wel wat meer apparaten in hun huis moeten kunnen kiezen. Dus eigenlijk dat eindpunt van een verbinding zelf kiezen. Dat heeft een aantal voordelen voor de gebruiker natuurlijk. Die kan veel meer vrijheid om te kiezen wat hij zelf nodig heeft. Een betere wifi, meer configureerbaarheid of instellingen voor ouders en dergelijke. En aan de andere kant is het ook goed voor de concurrentie als er wat meer ruimte op de markt komt en meer partijen modems kunnen maken. Zeggen ja, dat is goed voor de innovatie. En we hebben dat nu omdat de autoriteit Consument en Markt, die heeft vorig jaar een beleidsregel gepubliceerd. En die is eind januari is die ingegaan. En daarin staat dat... Dat eindapparaat, zo noemen ze dat dan. Dus de modem, maar ook de router en ook de tv-box. En ook de, kom ik even niet op de naam. Het kastje voor de media converter. Heb je hem, ik duurde even. De media converter, dat je die eigenlijk zelf zou moeten kiezen. Want dat zijn allemaal eindapparaten. En eindapparaten liggen bij de gebruiker en niet bij, bij de provider. Dus eigendom van de gebruiker. En dat heeft een aantal consequenties. Namelijk, de providers die moeten hun systemen openstellen voor externe apparaten. Dus voor externe modems, externe media converters. Die moeten de specificaties van hun verbinding online zetten. En dat delen en ook gebruikers helpen om die aansluiting voor elkaar te krijgen. En ze mogen geen apparaten blacklisten of whitelisten. Tenzij het apparaten zijn die echt de veiligheid van de connectie in gevaar brengen. Maar in principe doen de meesten dat niet. Dus dat is waarom we dat nu hebben. En ik kan me zo voorstellen dat als je een provider bent, dat je er niet blij van wordt. Nee, providers die hebben hier heel erg lang tegen gevochten. Trouwens niet alle providers, maar een aantal grote providers, Vodafone, Ziggo voorop. Die hebben jarenlang zich verzet tegen die vrije modemkeuze. Ze hebben daar een aantal redenen voor. Allereerst is het logistiek onhandig. Want het is voor hun heel handig dat wanneer zij in de wijkkast apparatuur van de ene aanbieder, of de ene fabrikant hangen, dat het ook handig is dat het kastje aan de andere kant van die kabel van dezelfde fabrikant is. Nou, dan noemen zij nog allerlei veiligheidsredenen. Ze zeggen we kunnen de verbinding niet garanderen als het als je andere apparatuur eraan hangt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een bepaalde situatie dat jij verstoringen veroorzaakt bij de buren als jij ineens het verkeerde kastje aan jouw glasvezelverbinding hangt, aan jouw gedeelde glasvezelverbinding. Dat is een mogelijkheid en ze noemen bijvoorbeeld ook dat zij veel minder inzicht hebben in dat eindpunt. Dus zij kunnen klanten veel minder goed helpen, zeggen zij, als zij niet kunnen zien wat er met het verkeer gebeurt. Er zit natuurlijk ook nog een ander deel in en dat is dat zij minder invloed hebben op wat er in huis gebeurt. Traditiegetrouw had je altijd de modem van de provider en de router van jezelf.
En dat is uiteindelijk naartoe gegaan dat die modems ook wifi kregen, wat eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar dus dan heb je ineens geen router meer nodig. Dan kreeg je gewoon modemrouters die dus ook wifi in huis hadden. Die waren van de providers, die zijn nog steeds van de providers. En waar je nu naartoe gaat is dat zij via dat apparaat steeds meer diensten kunnen aanbieden. Smart home dingen, dat zij eigenlijk allerlei dingen kunnen combineren en je dichter in het huis kunnen komen of dichter bij de gebruiker kunnen komen. Ook allemaal informatie kunnen verzamelen, maar dat staat misschien een beetje los van. Maar dus zij hebben er natuurlijk ook een baat bij dat dit niet kan. Want dan kunnen ze die diensten allemaal niet meer aanbieden. En dat is waar ze extra geld mee kunnen verdienen. Maar die strijd hebben ze verloren. Ik kan me herinneren dat Ziggo op een gegeven moment ook dat je zo'n gastnetwerk op je modem kreeg. Dat je als Ziggo klant... Ja, dat is zo'n voorbeeld van een dienst inderdaad. Kon roamen inderdaad door je stad heen. Maar Olaf, als ik nu denk, hey, ik kan nu mijn eigen modem kopen. Wat leuk. Wat is er veel te krijgen op dit gebied? Ik weet wel dat er gewoon heel veel routers te koop zijn. Maar kun je gewoon van allerlei grote fabrikanten modems kopen? En waar verschillen die dan in? Ja, nou je kan natuurlijk al jaren heb je de DSL-routers die gewoon vrij verkrijgbaar zijn. En dat is gewoon gemeengoed. Bij ADSL, daar zit je, of ADSL, bij glasvezel, daar heb je de media converter. En over het algemeen komt daar ethernet uit. En ja, die media converter die doet ook niet zo heel veel. Dus ja, daar zou je niet heel snel een andere van willen. Daar kan je direct een normale ethernet gebaseerde router dus op aansluiten. Dus dat is ook al jaren mogelijk. En eigenlijk als enige bij Ziggo was het voorheen toch echt lastig om een eigen kabelmodem aan te sluiten. En op die markt heb je op dit moment alleen de Fritzbox die verkrijgbaar is. En dat is ergens wel raar. Nou, dat is juist niet zo raar, want er was geen vraag naar, er was geen markt voor. Dus nee, ik snap het, maar we weten altijd dat dit eraan komt. Dus ik dacht, oké, nu komen dus rondom dit moment verschillende fabrikanten met jongens, wij staan klaar. Nou, er zijn wel een paar fabrikanten die zeggen dat zij dit een interessante markt vinden en erover nadenken, maar ze hebben nog geen producten klaarstaan. En Olaf, ik ben Ziggo gebruiker. Ik heb het volgens mij iets van Yubi wat ze mij geleverd hebben, een box. Stel, ik zou naar zo'n Fritzbox gaan. Wat levert mij dat op? Niet direct superveel. Daar moet je wel een beetje een motief voor hebben. Als je wat meer wil afstellen, bijvoorbeeld op wifi-gebied, wat meer instellingen wil hebben, dan kan een Fritzbox of... In het geval dat er straks andere alternatieven komen, kan dat inderdaad wel handig zijn. Want de standaard Connectbox van Ziggo, die is wat beperkt qua instellingen. Die heeft ook geen kindermodus. Dus dat soort dingen, die opties, daarvoor zou je het eigenlijk doen. En het scheelt dat je alles in één hebt. Maar ik ben tweaker, dus ik wil natuurlijk niet alles in één. Bijvoorbeeld, ik heb nu dus mijn modem in bridge modus gezet. En ik heb daarachter mijn eigen router. Ja, en heb ik ook nog eens access points heb aangesloten. Dus in die situatie heeft het zin om een eigen modem te kiezen als je het routing deelt niet gebruikt. Kun je iets instellen aan hoe het modem modemt? Is dat een ik kan wel, nee, ik kan wel voorkeur, je kan toch bepaalde apparaten prioriteit geven als je die instelling hebt. Maar dat zou je normaal gesproken dus met de bridge modus zou je dat op je router regelen. En in de bridge modem doet het modem dus ook niks anders meer dan modemen. En als je dus een eigen modem hebt, kun je aan die instellingen niet heel veel aanpassen. Want die zijn door Ziggo gedicteerd. En zo moet je met hun netwerk omgaan. Want anders kun je dus bijvoorbeeld storing veroorzaken. Het enige waar je misschien iets meer inzicht krijgt, is in de verbindingsopbouw en de logs daarvan. Op het moment dat je eigen modem, je connectbox in bridge modus staat, dan kun je er ook helemaal niet meer bij. Je kan geen logbestanden meer uitlezen. En is de enige die er nog wat kan zien wat er mis is Ziggo. Maar aan de andere kant, op het moment dat het modem stuk is, of je verbinding doet het niet, dan bel je Ziggo, dan kunnen zij dat heel snel zien en dan zullen ze een nieuwe opsturen. Dus in hoeverre je dat zelf wil diagnosticeren. Maar goed, er zijn mensen die willen echt alle controle en alle logjes en alle dingetjes in hun netwerk gewoon... Maar die kennen wij niet bij ons in de community, dus... precies. Maar kijk, redenen die er zijn om voor een eigen modem te kiezen. Ja, je noemde er net al een aantal, maar wat je bijvoorbeeld ook nog zou kunnen noemen is stroomverbruik. Als je meerdere apparaten hebt draaien die
eigenlijk min of meer dezelfde functie zouden kunnen doen. Waarom dan niet één apparaat die al die functies heeft en die je zelf beheert? Dan scheelt dat weer stroomverbruik, al is dat natuurlijk verwaarloosbaar de hoeveelheid. Het ging om, wat was het ook weer, 11, wat had je nou ook weer gezegd, Olaf? Ja, 11 watt verbruikt hij voorbij ongeveer. Ja. Dus dat, ja, precies. Ja. Nou, het staat dus wel 24/7 aan natuurlijk. Ja. Doordat jij een modem, als jij zelf een router hebt of een modem die 7 watt verbruikt of 6 watt. Ik bedoel, misschien tientjes werk, maar... Ja. Nou, en er zijn er natuurlijk nog... in het geval van Ziggo is er in ieder geval nog een motief dat je zou willen overstappen. Het geldt niet voor heel veel mensen, maar er zit in de Connectbox een chipset. De Puma 6 chipset. Daar zijn wat problemen mee op het gebied van latency spikes. En daar merk je als normale gebruiker eigenlijk vrij weinig van. Maar gamers, die kunnen dat wel merken. Nou hebben ze al inmiddels met wat updates de problemen tot een minimum kunnen beperken. Maar het zit in de hardware en het is niet helemaal weg te krijgen. Dus ik heb toevallig net nog even een testje gedraaid. Want ik wilde straks het nieuwe modem gaan aansluiten. En je kan nog steeds die latency spikes gewoon met een pingtest kun je reproduceren. Dus het zit er nog in. Alleen ja, in de meeste gevallen zul je er als gebruiker niet zo last van hebben. Het meest ellendig is eigenlijk nog, je hebt een alternatief nu natuurlijk in de vorm van een fridgebox. Maar die is ook gebaseerd op Puma 6 en Puma 7 chipset. En ook de Puma 7 chipset heb ik van begrepen dat het nog niet helemaal weg is. Dus ja, het alternatief dan zouden we daar niet, wat meer concurrentie op de markt gaan moeten zien. Maar puur het vervangen van je modem, als je al los routert in je netwerk, meerwaarde is gering. Maar klopt het ook, Stefan? Ja. Er zijn meerdere apparaten van Ziggo in huis. Bij mij niet. Ik gebruik een C+ module rechtstreeks in mijn tv. Maar ze willen natuurlijk bij veel mensen zo'n mediaspeler neerzetten voor alle dingen. Mag ik die nu ook van een ander merk gaan kopen? En gaat dat werken? Volgens mij komt het erop neer dat je inderdaad alle eindapparaten heb je vrije keuze over. En zij moeten de specificaties daarvan online zetten. Nou, bijvoorbeeld voor de DBVC en IPTV hebben ze dat ook gedaan. Alle apparaten die daarop ingesteld kunnen worden, die zouden in principe wel een andere keuze moeten kunnen hebben. Want ik weet niet hoe goed tegenwoordig, of het nog steeds de Horizon Box heet, maar ik weet wel, toen Ziggo begon met die kastjes onder die naam, dat er echt ook bij ons op het forum en mensen die ik ken wel echt veel klachten waren over dat het traag was, niet goed werkte, streamt die niet goed starten. Nou, voor mij is de recente hardware, we zijn ook nu nieuw aan het testen, hadden we laatst een bericht over, dat zit er maar in een closed beta. Mm-hmm. Maar hier lijkt het me dat je als eindgebruiker, en zeker als tweaker, dat je maar meer verschil kan gaan merken als je zelf bepaalt hoe je die IPTV-streams gaat afspelen. Misschien kun je dat wel, I don't know, als iemand een HT-PC heeft of zo, of een ander ding aan zijn tv, dat je hier zelf mee kan gaan bouwen, toch? Ja, ik weet niet of Olaf dat beter weet dan ik, maar ik geloof dat het inderdaad zodra je... Dat het mogelijk moet zijn bijvoorbeeld je eigen iets met je eigen CE+ module te doen. Of met ingebouwde smartcard readers. Ja, dat zijn wel veel mogelijkheden. Omdat je dus inderdaad die specificaties van DVB-C en van IPTV hebt. Nou, dat zijn inderdaad interessant zijn. Olaf? Ja, je hebt natuurlijk al jarenlang mensen die het tv ook proberen op te nemen op de computer. Het is niet meer zo populair nu als 10 jaar terug, maar toen had je nog Windows Media Center. Op een gegeven moment is dat ook niet meer meegeleverd in Windows. Maar ja, daarna is natuurlijk Kodi bijvoorbeeld is nog wel een speler geweest. Je hebt dus ook altijd wel een community gehad die zelf dingen probeerde op te nemen. Met NEC-kastjes bijvoorbeeld. En ja, eigenlijk was dat toch altijd een beetje geklooid. Dus Ziggo die gaf inderdaad nooit aan als er netwerkwijzigingen kwamen of whatever. Dus dat moest altijd vanuit de community, moesten de nieuwe frequenties uitgezocht worden. Nieuwe frequentielijstjes worden gedeeld om al je kanalen weer in te stellen. Dus een hele super stabiele oplossing is dat ook nooit geweest. En je hebt natuurlijk ook altijd nog de mogelijkheid om een Humax-decoder bijvoorbeeld gewoon in je coax-aansluiting te hangen. Dat kan... Voor zover ik weet nog steeds. En dan krijg je in ieder geval krijg je het basiskabelabonnement. Die kun je altijd gewoon openen. Dat wordt free-to-air uitgezonden in ieder geval bij Ziggo. En daar zit dus ook gewoon geen encryptie op. En daar zit eigenlijk een beetje de crux. Als je die encryptie wil gaan gebruiken, dan moet je dus een smartcard reader hebben. En de precies ins en outs zijn we daarvan niet helemaal duidelijk. Maar nou, ik heb er wel eens onderzoek naar gedaan. Omdat ik ook wel...
dingen wilde opnemen. Niet omdat ik heel veel tv kijk, maar gewoon omdat ik wilde weten of ik het werkelijk kon krijgen. Er is ook, zoals voor alles in deze wereld, een topic bij ons op het forum. Dat gaat over kabel-tv opnemen met een smartcard reader en wat je er allemaal voor nodig hebt. Maar volgens mij had je dan ook nog het probleem dat je Ziggo-gebied hebt en voormalig UPC-gebied, die dan weer andere encryptie gebruiken. Het was een redelijk slangenes, zeg maar, om dat te doen. Dus ik hoop ook voor die mensen dat dit het eventueel een beetje makkelijker maakt. Maar ja, nogmaals, daarom stel ik ook de vraag. Ik kan me voorstellen voor als eindgebruiker. Hè, er gaat natuurlijk steeds meer via IPTV. Er gaat steeds meer via, als je nu zo'n kastje krijgt. Hè, misschien heb je wel abonnementen erbij. Zeg je, ik heb Ziggo, maar ik heb ook HBO Max erbij genomen. En Viaplay of zo. Maar ik wil dat eigenlijk in mijn eigen omgeving kijken. Ik wil het op een zelfgebouwde PC kijken. Of ik wil het op een mediaspeler kijken. Nou, ik kan me voorstellen dat daar voor de eindgebruiker, dat je daar het meeste verschil kan maken inderdaad, als je de interface niet heel fijn vindt. Ik denk, nou, je had het over Kodi, Olo, een hele populaire software. Ja, precies. Dus we hebben het eigenlijk over de vrije modemkeuze. Maar als ik het zo hoor, lijkt zeg maar de vrije set-top box keuze mij misschien wel in de praktijk nog het meest interessant. Want als ik het zo een beetje hoor, kijk ik ook even naar jullie. Maar is iemand naar aanleiding hiervan nu van plan om zijn meegeleverde modem te vervangen? Nog niet, maar nee. Nou ja. Jij wel dus, Olaf. Ja, ik ben het natuurlijk aan mijn stand verplicht, want ik ben ook netwerkreviewer. Dus nee, oké, jij wil het testen. Maar zou je het voor je privé situatie denken, oh, nu ga ik een nieuw modem neerzetten? Nee, als je kijkt naar de prijs van wat zo'n modem kost en wat het nou oplevert, nee, dan zou ik dat niet direct doen. Ik heb geen last van die Puma 6 perikelen, dus ik ben prima tevreden met alles in bridge. En ja, dan is je keuze natuurlijk ook gewoon een stuk groter. En routers die zijn in de basis wat minder duur. Omdat ze ook dat hele kabelmodem gedeelte, dat hoeft er niet in. Dus ja, zolang dat kabelmodem van Ziggo het zo blijft doen als dat hij het nu doet, dan vind ik het prima. Arnaud? Ja, ik word nog een beetje afgeschrikt. Want ik opende dus Stefans artikel van vrijdag, afgelopen vrijdag, over die vrije modemkeuze. Ik ging even kijken wat mijn provider erover te zeggen had. En ik werd gegroet met een tabel met allemaal afkortingen die ik niet ken. En ik denk, oeh, hier moet ik me even in verdiepen voordat ik überhaupt weet waarom ik dit zou willen en of ik het zou kunnen. Of dat ik goed moet uitzoeken of het apparaat wat ik uitzoek wel kan. Nou ja, anyway, het is voor mij nog een beetje abstract en complex onderwerp momenteel, als ik heel eerlijk ben. Dat is ook nog een ding. Ik denk dat we een kleine F in chat mogen indrukken op dit moment voor alle helpdesk-medewerkers van de providers in Nederland. Want er gaan mensen hiermee zelf klooien. En die gaan natuurlijk bellen op een gegeven moment. Dan gaan ze zeggen, ja, maar jullie internet is stuk bij mij thuis. Ja. En dan zeggen ze, ja, normaal kon je dan eventjes inloggen op de modem. De provider, de ACM zegt dus ook dat de providers op dat moment gewoon het recht hebben om te zeggen, dat is je eigen probleem. Of dat ze in ieder geval moeten zeggen van, sluit even je standaard modem aan. Bel dan maar terug, want dan kunnen we inloggen en diagnostics doen. Ja, je moet dus inderdaad gewoon die modem achter de hand houden. Want op een modem die ze niet gebruiken, niet getest hebben, kunnen ze gewoon niks over die verbinding zeggen. En dat is ook. Maar dat is nog wel interessant. Dus als ik nu een nieuw abonnement afsluit, kan ik dan zeggen tegen de provider, ik wil dat je geen modem meestuurt? Of moeten zij wel altijd een soort basisding meeleveren? Nou, dat hangt van de provider af. De meeste providers die zullen je gewoon een modem leveren. Dat doen ze natuurlijk gewoon. En die moet je ook gewoon, of die neem je ook gewoon af. Maar je hebt bijvoorbeeld Freedom Internet. Die biedt bijvoorbeeld korting op op de verbinding als jij niet een modem afneemt. Dan betaal je gewoon meer per maand. Maar ja, volgens mij staan we dus nog met z'n allen niet te trappelen. En sowieso wat ik wel zou tegen mensen willen zeggen, als mensen gewoon hun modemruiter in één gebruiken, is voor mij gewoon het beste wat je kunt doen voor je eigen thuisnetwerk onder controle krijgen, is zet zo'n ding in bridge modus. Als hij het heeft, neem een losse router, kies je eigen wifi, access point locaties en dat soort dingen. Dat is waar je het verschil mee gaat maken en niet een modem wat hetzelfde modemt onder een andere naam. Maar wel interessante materie en een leuk stuk om te lezen, Stefan. Ja. Ik weet dat dat was redelijk onder tijdsdruk om ook al die informatie bij die providers los te krijgen. Ja, want kijk, dat is natuurlijk wel nog het ding. Want die providers die moesten al die informatie online zetten. Nou, een aantal hadden dat ook al gedaan en die zijn het in de loop van de week ook. Eigenlijk is iedereen dat gaan doen. Maar ik moest dus inderdaad wel nog de tijd vinden om dat allemaal te vergelijken en te kijken van wat doen nou die providers. Maar wat zetten ze voor informatie online en hoe makkelijk maken ze het ook? Niet te makkelijk, waarschijnlijk. Nee, ja, dat viel me echt wel op, hoor. Want
Kijk, KPN heeft bijvoorbeeld al sinds 2020 die informatie online staan. En die hebben het inmiddels ook al redelijk duidelijk online gezet. En ze hebben bijvoorbeeld ook een of andere service tool gemaakt die je echt helpt met het maken van allerlei, of het instellen van allerlei apparaten. Speciaal voor de tv, speciaal voor de telefoon, speciaal voor internet, voor je modem. Dus ja, zij doen dat op die manier. Ziggo die zegt bijvoorbeeld, ja, we hebben nu die vrije modemkeuze, maar dat werkt nog niet overal. Dat heeft weer te maken met dat Ziggo in UPC-gebied gebeuren, wat we net noemden. Dus ze hebben een postcode-check gemaakt. Nou, dat staat dan online. En als je dan vervolgens zegt, ja, oké, ik kan dat, ik wil eigen apparatuur aansluiten, dan zegt zij, moet je contact opnemen met de klantservice, want dan moet zij jou in een andere een configuratiebestand, een bootfile sturen, zodat jouw modem ingeregeld kan worden. En als je dan denkt, nou, maar ik wil het echt zelf doen en ik wil echt zelf die specificaties induiken of weten of mijn modem geschikt is, ja, dan word jij begroet door een Engelstalig PDF-bestand die helemaal vol staat met allemaal specificaties die bedoeld zijn voor fabrikanten. Dan is er niet echt heel erg duidelijke informatie beschikbaar voor klanten. En datzelfde geldt waarschijnlijk voor Delta. Die doet heel goed naar de ACM-regels gekeken van wat is het minimale wat we moeten doen, dat we niet op de vingers worden getikt. En dat doen we. En voor de rest hebben we er weinig zin in. En nogmaals, ik snap het ook vanuit het perspectief van een internetbieder, snap ik het ook wel. Want dit is allemaal gedoe waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Nee, dat is natuurlijk dus. De ene internetaanbieder is er anders in dan de ander. Want ik sprak bijvoorbeeld met jullie misschien alles wel bekend, Randal, de baas van Tweak. Die ook met Tweakers vandaan komt. Hij zegt, ja, wij vinden dat eigenlijk wel leuk als gebruikers dat doen. Of wij moedigen dat wel aan. Kijk, zij zijn natuurlijk wel een glasvezelaanbieder, dus dat is misschien weer een beetje anders. Maar zij moedigen het wel aan om om je eigen apparatuur te gebruiken, om zelf na te denken over die verbinding. En ja, ze zegt wel, ja, we krijgen wel soms wel rare telefoontjes bij de klantenservice. En dat kan soms wel ingewikkeld zijn. Als een klant bijvoorbeeld wel wil dat je ze helpt, maar eigenlijk een eigen apparatuur gebruikt. Maar uiteindelijk, ja, zij zijn niet zo als bijvoorbeeld Vodafone Ziggo, die echt gewoon tot het laatste punt mee tegengevochten heeft en zelfs nog een bezwaar heeft aangemaakt en een rechtszaak aangespannen en dat soort dingen. Nou, je kan natuurlijk aangrijpen als marketing opportunity. Ik bedoel, wat natuurlijk ook met Freedom Internet zagen en Access for All vroeger. Wij zijn de toko voor de mensen die het zelf willen regelen, die er verstand van hebben, dat soort dingen. En als je nu zegt, wij zijn, dus je zal er nooit zo groot mee worden als Vodafone Ziggo. Maar als jij als kleinere aanbieder zegt, wij zijn die plek voor die oude internetpiraten die het zelf willen doen. Ja, je kan niet meer wel een doelgroep aan je binden in ieder geval. Ja, dat is bijvoorbeeld wat Freedom ook doet. Met wat ik zeg inderdaad, dat ze korting bieden als je je eigen apparatuur gebruikt. Dat is precies. Kijk, dat scheelt hun echt zo weinig. Dat maakt echt helemaal niks uit. Maar dat is gewoon leuk voor ze. Dan kunnen ze inderdaad die nerds aan ze koppelen die ze graag willen. Nee, dat past wel goed bij hun imago inderdaad. Hey, dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site gaat verschijnen de komende dagen. En dat is nogal wat leuks. Collega Thomas heeft een interview gehad met een... Ik ben zijn naam alweer kwijt, want dat heb ik niet zo goed in opgeslagen. Maar in ieder geval iemand bij Intel die heel veel verstand heeft van Thunderbolt 4. Wat natuurlijk deels hetzelfde is als USB 4.0. Maar hoe zat dat ook alweer? En is dit dan echt de stekker to rule all stackers to the end of time? Ik denk heel dat benieuwd. Antwoord wel kan... Dat antwoord wel kan raden. Maar ik vind standaarden altijd machtig interessant. Omdat ze nooit uiteindelijk zo uitkristalliseren als dat de bedoeling is. Maar wel steeds dichterbij komen. Dus interessant verhaal zaterdag over de toekomst van Thunderbolt. Er komt weer een tech-startup verhaal aan Arnoud volgens mij. Ja, je kijkt mij aan alsof ik dat schrijf. Maar we hadden een hele goede stagiair op de nieuwsredactie afgelopen maanden, Kevin. En die is die serie gestart. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien van een stagiair. Maar deze deed dat wel. En er verschijnt weer een nieuwe aflevering. Wordt hoog gewaardeerd. Ik heb hem nog niet gespiekt. Dus ik kan je er echt niks over vertellen. Maar ik vond de afgelopen afleveringen echt heel leuk. Ja, verder mag dat dus blijven schrijven nu ook al is de stage afgelopen. Dat is wel heel erg leuk. Want dat is voor blijft freelance inderdaad. Ja. Voor de lezers is dat leuk, want die kunnen dan gewoon door blijven lezen. Inderdaad. Ook leuk is dat we zondag een community interview hebben met een user met de mooie naam Schizo Ducky. En Schizo Ducky kwam laatst in het nieuws omdat hij de Belastingdienst gehackt had. Maar die hackt alles wat los en vast zit, zeg maar. Dus collega Thijs is even met hem het gesprek aangegaan om daar wat meer over te leren. Het is een white hat.
Ook bedrijven netjes hierover inlichten zoals het allemaal moet. Hij had een hele leuke Twitter-thread een tijd terug over wat hij toen met de belasting had gedaan en wat hij had gevonden in een GitHub-repo. Dus die hebben we gesproken. Dan is collega Mark nu heel erg druk met de edit van een video over de nieuwe Mercedes EQS en de technologie daarachter. Dus als je het interessant vindt van de elektrificatie van auto's, dan zit je ook helemaal goed. Nou, er komen nog game reviews aan. Ik zie Pokémon ergens in de agenda staan. Blijkbaar is dat ook nog steeds een ding waar dingen in uitkomen. Dus genoeg de komende tijd om te lezen op de site en te kijken op het YouTube-kanaal. Dank jullie wel, jongens. Dan rond ik hem hier af. Dank je wel voor het luisteren. Heb je nou feedback op deze aflevering of op de podcast in het algemeen? Dan kun je ons altijd eventjes mailen op podcast@tweakers.net of je kan een berichtje achterlaten op de site. Tot volgende week. Hoi. Doei.